Het vaarste uniform van de man is eigenlijk, vind ik, is de smoking. Ik hou van de klassieke smoking. Zo een die ik nu draag. Handgemaakt in Italië, in Napels. Het Valhalla van de handgemaakte pakken. Zorg wel dat je je creditcard meeneemt. Wat het bijzondere hieraan is, is dat ik draag een smoking, maar ik voel hem niet. Dat is de kwaliteit van de stof en van de maakwijze. Dit zit hem in de details allemaal. Smoking heeft, wat mij betreft, het smoking hemd eronder met studs. De broek, de pantalone, die valt op de lakschoen. Uiteraard een lakschoen, geen veter lakschoen, gewoon een echte instapper. Zonder knikje. Dat knikje is in sommige segmenten van de samenleving is dat heilig verklaard, maar ik hou daar niet van. Ik hou ervan als de broek precies, de pijp precies op de schoen valt, dus dat er geen knikje in zit. De strik is ook zwart, ook geen toeters, geen bellen. Dit is gewoon een gestrikte strik, geen voorgestrikte strik en al helemaal geen plastic strik. Als je enorm snobistisch wilt zijn, wat ik soms wel eens wil zijn, dan maak je één knoopje los van je buttons. Om het echt te laten zien dat die handgemaakt is. Er zijn, dit is heel traditioneel wat ik draag, heel klassiek en misschien zou je kunnen zeggen wel een beetje een tikkeltje ouderwets. Gelukkig zijn er ook goede, modernere alternatieven. Bieroy. Hoi, ja dat klopt Arno. Het is niet heel ouderwets hoor, dus zo'n smoking is natuurlijk nog steeds, vind ik, het allermooiste, maar soms wil je wel eens een keer wat anders. En dan, je moet natuurlijk kijken naar wat voor event het is. Soms denk je van, dan moet je echt zo'n traditionele smoking aan. Maar als het kan, dan ga ik het liefst een ander soort smoking aantrekken. Want event gala, dan is het Black Tie. Ja, het blijft natuurlijk Nederland. Dus niet iedereen zal zich altijd aan de dresscode houden. Yeah. En, wat ik dan altijd doe is een velourjasje aantrekken, een velour-smokingjasje. Het staat heel goed op foto's, want er wordt meestal 's avonds met flits gefotografeerd. Dus dan zie je een glansje, een heel simpel glansje. En ik zou daaronder een feestelijke trui aantrekken. Iets met een kleur. Je mag een printje, een print kan, maar dat is alleen als je dat echt durft ook. Qua broek, zoals Arno al zei. Gewoon op je schoenen, gewoon recht, zwart het liefst en mooie nette schoenen en dan ben je eigenlijk al klaar. Dus de bovenkant, daar kun je een beetje van afwijken. Wat je soms ook ziet, ik ben daar zelf niet zo'n liefhebber van, maar dat is het opstaande kraagje. Dat is misschien extra feestelijk, ik vind het iets te theatraal. Dat zijn toch, je krijgt daar goochelaars gevoel bij. Dus ik zelf hou gewoon van een Engels boordje, dus dit, een beetje naar de zijkant, met wel een mooie, stevige, glimmende, zelfgestrikte strik erop. Overigens, officieel, in mijn geval is dat niet zo, wordt de strik in kleur ook wel te passen bij het satijn van, van je jas, van je revers. Dat geldt hier, daar zit een klein verschilletje in. Dat is goed, die zonde die moet iedereen mij dan maar vergeven.